En ik laat ik zien hoe je OBS Studio installeert. Open op je computer Internet Explorer, typ OBS Studio in. Nou, pak het eerste resultaat, download, download de installer. Nou, zoals je hier al zag, is beschikbaar voor Windows, Apple en Linux. En met de download kun je je scherm opnemen. Deze opname wordt ook met OBS Studio gedaan. Dus dat is goed om te weten. Nou, zodra de software binnen is, klik je op installeren. Next, next, install. En vervolgens klik je op finish. OBS Studio zal nu opstarten. Automatische configuratieassistent kun je gebruiken. Dat zal ik nu ook even doen. Ja, de bedoeling van deze handleiding is dat je lokaal kan opnemen, dus niet kan streamen. Maar die optie heb je ook. Klik dan op volgende. Nou, ook op volgende klikken. Dan gaat hij even wat testen. En als het te lang duurt, kun je gewoon op annuleren klikken. Maar zo te zien is alles in orde. Klik op instellingen toepassen. En dan zie je hier dat het programma is geïnstalleerd. Nou, wat zien we hier? We zien hier links de scène, dan de bron, dan het geluid. En rechts heb je de optie opname start. Wat we willen doen is we willen een scène maken dat die ons beeldscherm plus onze microfoon en het geluid op de computer opneemt. Hoe doen we dat? Nou, de scène die kunnen we hernoemen naar bijvoorbeeld computer en microfoon opname. Bij bronnen voegen wij het scherm toe. Dat heet hier beeldscherm capture. Als je het selecteert, klik je op OK. En ineens zie je dat ons beeld wordt opgenomen. Je hebt hier de optie om een ander beeldscherm te selecteren als je bijvoorbeeld twee beeldschermen hebt op je computer. Standaard is het goed ingesteld. Dit ziet er gek uit. Maar wat je zal zien is dat hij dus het scherm opneemt wat ik hier aan het doen ben. De volgende stap is dat hij de audio invoer opneemt, dus mijn microfoon. Nou, klik je op OK. Dan kun je kiezen voor de standaard instellingen of de specifieke microfoon. Stel je voor je hebt twee microfoons, bijvoorbeeld van je oortjes en van externe microfoon. Dan kun je die aanwijzen. Standaard kun je gewoon op standaard instelling laten en dan neemt hij dat ook op. En dan willen we ook nog de invoer van de computer. Dus bijvoorbeeld, stel je voor je bent een YouTube filmpje aan het kijken en je wilt het ook opnemen, dat geluid. Dan kun je ook nog audio uitvoer opnemen. Ik klik weer op OK. Ik laat hem weer op standaard instellingen staan. Stel je voor je speciale speakers waar geluid uitkomt. Dan kun je dat ook op deze manier opnemen. Maar goed, standaard laten we dit gewoon op standaard instellingen staan. En dan klik ik weer op OK. Als ik nu op opname starten klik, we zijn in principe klaar. We zien hier bij de audio mixer dat we twee bronnen hebben die worden opgenomen. Namelijk de microfoon. Dat zijn die twee. En hier heb je desktop audio. Dus stel we gaan nu YouTube filmpjes zelf spelen. Dan neemt hij dat geluid ook op. En het mooie is, stel je bent aan het vergaderen in Microsoft Teams of Google Meet. Dan kun je zo op deze manier alsnog de vergadering opnemen. Dus als ik nu even hier een beetje rondspeel. Ik ga weer terug naar OBS. Ik klik op opname stoppen. Dan staat nu in de map verkenner deze computer. En dan video, de opname die ik net gemaakt heb, inclusief mijn stemgeluid. Het mooie is, stel je bent aan het vergaderen in Microsoft Teams of Google Meet, dan kun je zo op deze manier alsnog de vergadering opnemen. Nou, dat is helder. Ik zie alleen een probleempje en dat is dat mijn scherm niet volledig is opgenomen. Wat is er gebeurd? Mijn scherm is groter dan de resolutie waarin die opneemt. Standaard neemt OBS Studio in Full HD op en stel je voor je hebt een 4K scherm, dan moet je scherm dus verkleinen. Dus wat ik doe, ik sleep hem zo kleiner en je ziet al dat het hele scherm in beeld komt. En dan kan ik hem zo alsnog vergroten. Zie je, dan gaat er alweer een stukje vanaf. Dus we moeten iets aan de beeldinstellingen doen bij mij. Dat geldt niet voor iedereen, maar stel je hebt een MacBook zoals ik, dan loop je wel eens tegen probleempjes aan. En één daarvan is dus dit. Als je dat probleem zou willen oplossen, dan ga je rechts naar instellingen. Dan ga je naar het kopje video.
En dan kun je hier beeldresolutie aanpassen naar wat voor jouw scherm het beste is. Bij mij is dat 2500x16. En ook het uitvoerresolutie, dus hoe we de video opslaan, kun je best gewoon aanpassen naar 2560x1600 in dit geval. Dus hetzelfde als wat hierboven staat. Klik vervolgens op OK. En je zal zien dat je beeld weer kan vergroten en dat hij nu helemaal passend is. Dus als ik nu ga opnemen, dan wordt het hele beeld opgenomen. Last but not least, stel je voor je wil niet je eigen microfoon opnemen, wel het geluid van de computer. Dan sta je altijd vrij in om de audio invoer te verwijderen. Die heb ik hier. En dat kan met linkermuis en dan de optie verwijderen. Wat je ook kan doen als je bijvoorbeeld eenmalig het geluid wil dimmen, is hier de volumeregelaar aanpassen. Dus dan staat Dino stil. En dat was het. Dit is in een notendop hoe jij OBS kan installeren op jouw computer. Het werkt voor macOS, Windows en Linux. Het is gratis. En nogmaals, als je een opname start, dan staat in de knop video's. Dus deze computer video's. En het is echt een prima oplossing om bijvoorbeeld je Google Meet vergaderingen alsnog op te nemen. Dus hou dat in het achterhoofd. Als je klaar bent, dan kun je hem sluiten. En als je opnieuw opent, dan zul je zien dat de instellingen zijn bewaard. Dus deze installatie doe je één keer en dat was het. Nou, heel veel succes. Mocht je vragen hebben, stuur dan gerust een mail. En anders dan kun je gerust nu gaan opnemen.